Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme neemt elke klacht die de burgerij deponeert met betrekking tot onder andere onregelmatigheden qua prijsopdrijving in winkels serieus. De Economische Controledienst ECD van het ministerie voert naast de reguliere controlewerkzaamheden nu ook verhoogde winkelcontroles uit, voornamelijk op basis van de klachten die binnen zijn gekomen via e-mail, Facebook, WhatsApp en het verkortnummer 1940. Zo worden landelijk de klachten aangepakt. Onlangs zijn controlewerkzaamheden uitgevoerd in Paramaribo, Acconi, Koroni en Nikeri. Tijdens de controlewerkzaamheden wordt er door de onderzoeksambtenaren van de Economische Controledienst ECD gevraagd naar de inkoopbonnen van de winkeliers. Indien de winkelier niet beschikt over de inkoopbonnen, zal hij of zij de verhoogde prijzen in de winkels moeten terugdraaien. In bepaalde gevallen is de prijs van goederen teruggedraaid naar de prijzen op de overlegde bonnen. Belangrijk is om te weten dat niet alle prijsverhogingen een overschrijding van maximale winstmarge is. De overheid heeft maximale winstmarges vastgesteld voor zowel de groothandel als de kleinhandel. In decreet E2A is een lijst van goederen opgenomen met hun maximale winstmarges. Het is tijdens de controle veelal gebleken dat de prijsverhogingen komen doordat de importeurs hun producten tegen een hogere koers hebben ingekocht. Consumenten en ondernemers, u kunt uw klacht indienen via het verkortnummer 1940 of via WhatsApp op het nummer 85-30915 of e-mailen naar consumentenzaken@hi.gov.sr.